Hallo, ik heb dit boek gelezen, Soldaten huilen niet, van Rindert Kromhout. Ik vond het een erg bijzonder boek. Het is eigenlijk meer een kinderboek dan een volwassenenboek, maar ik wilde er toch over vertellen omdat ik het zo bijzonder vond. Het gaat over een gezin dat een tijdje geleden leefde en in het huis wonen allemaal kunstenaars. Zo is de moeder van het gezin schilder en de jongen zelf, de hoofdpersoon, die wil heel graag schrijver worden. Daarom gaat hij in zijn leer bij zijn tante en daar leert hij ook allemaal dingen en zo. En wat ik vooral bijzonder vond aan het boek was dat het gezin, dat was heel apart, heel anders dan de gezinnen die toen leefden eigenlijk. En dat deed mij wel beseffen van, oh, als je zo anders bent, dat durven ze gewoon. Dat is eigenlijk, ja, dat is wel gaaf. En wij kunnen ook gewoon zo anders zijn als we dat zouden willen. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. En verder vond ik het boek, er stond ook een beetje politiek in over vroeger en zo. Dat was, ja, dat is ook wel gewoon goed om te weten. En het was heel mooi gedaan. En iedereen streefde eigenlijk na wat hij zelf wilde. Dat vond ik ook wel bijzonder. Verder las het boek, dat las gewoon lekker en niet te moeilijke woorden. En een beetje grote letters, zodat je er een beetje snel overheen leest en zo. Dat vond ik ook wel erg fijn. En ja, daarom vond ik het zo'n bijzonder boek.